Hallo lieve vissen, leuk dat jullie er weer bij zijn. We zijn aanbeland bij week 2, 9 tot en met 15 januari. Het is een algemene reading, haal vooral uit wat je nodig hebt. We gaan eens kijken, lieve vis, naar jullie hoofdthema. En hij vliegt letterlijk in mijn armen. Het heeft echt te maken met dingen los te laten en spelen met iets nieuws. Durf te vertrouwen op leuke nieuwe ontmoetingen, op leuke nieuwe dingen. Je komt weer tot bloei als jij daadwerkelijk weer zaken los kan laten. We gaan eens even verder kijken naar wat je deze week kan verwachten. Wat kan de vis deze week verwachten? Je gaat meer de rust opzoeken, meer de stilte in. Misschien ga je ook letterlijk wel de natuur in, misschien ga je ook wel letterlijk mediteren. Maar wat ik vooral erbij voel, is dat je eigenlijk ook gespiegeld wordt. En daardoor heb je gewoon wat meer tijd en meer rust nodig voor jezelf om te kunnen helen. Om antwoorden te krijgen waar je op zoek naar bent. Er komen nieuwe mogelijkheden op je pad, maar ook zeker nieuwe ervaringen. Waarin echt belangrijk is om echt in je kracht te blijven. Want heel veel dingen worden gespiegeld vanuit het verleden. De rode lijn in je leven. En dat voelt gewoon alsof dat toch nog even zwaar gaat zijn. Dus vandaar zie ik dat je meer rust nodig hebt. En het is belangrijk om jezelf vrijheid te geven. Om jezelf de liefde te geven die je nodig hebt. Je bent op de juiste weg. Maar het betekent niet dat het altijd even makkelijk is. Lieve vissen, ik hoop dat jullie hier wat aan gehad hebben. Willen jullie een 1-op-1 reading? Dat kan. Neem een kijkje op www.mediumdaphne.nl of neem een kijkje op mijn Facebookpagina. Ook daar staan hele leuke workshops gepland en leuke opleidingen. Zoals 11 en 27 januari een mediumschapsopleiding die van start gaat. 13 januari psychometrie workshop in Wassenaar en 18 januari een intuïtie workshop. Wil je erbij zijn? Geef je snel op en wie weet zie ik je daar. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.